Het is zomer en dat betekent dat OutTV je iedere week weer een verslag geeft van de verschillende Summer Prides en de beste feesten en activiteiten. Deze week nemen we je mee naar een museum en een hotel. My good friend Sergio, he came up with this concept to do something spectacular that never has been done before in the Dutch drag scene. This year is 50 years of the Stonewall riots, and we wanted to do something special. On the front of the riots were like transsexuals, but also the drag queens. So who better to spread a message to the world again through drag queens, and then in a lovely location like the Rijksmuseum. We want to mix it up also like the past here, like in the Rijksmuseum, with the future that we have in us. And of course, the community. So we want to bring like the past, the future, and the gay community all together to just be one. Museum. We're shooting our video and we're so excited. We just did the stair scenes and we're in this Hello. Room. Yeah. So very excited. We wrote a very good email to the Rijksmuseum and they invited us. So we went all drag here to the office of the Rijksmuseum. So they were really excited and we had a very good presentation and they said, well, we had a lot of people here coming, like actors, production company, music artists, but your presentation was so well prepared. They said yes right away. We have a lot of LGBTQ people helping us for this project. We got the designers and of course our allies, which are the production company. But we're working with Claes Iversen, which you're wearing now, Sjoerd Dillon for the wigs, Bjorn van den Berg for the corsets, with it also the corsets from Nicki Minaj. So yeah, that's amazing, dream coming true. People should be treated equally, regardless of who they are or who they love. Kijk voor de hele clip op het YouTube kanaal of de Facebook site van Mermaids Match. That love is love. Vandaag zijn we in Amsterdam. Het is vandaag mijn eerste item. Mijn naam is Mike Levens en Ink Goes Pink. Gaan jullie mee, want ik ben heel erg benieuwd hoe de mensen zich voorbereiden op de Gay Pride. Op rij zijn we nu vanwege Pride Week als een grote kick-off. Ink Goes Pink. En dat is natuurlijk een knal 5 elk jaar. En waarom doen jullie dit voor de Pride? Wij zijn met Ink Hotel, willen we open zijn voor iedereen. Waar je vandaan komt ter wereld, welke achtergrond je hebt, welke voorkeur je hebt, maakt allemaal niet uit natuurlijk. Onze deuren staan open voor iedereen. Dus daarom knallen we hem even extra met dit soort weken. Want waarom zouden we dit niet even extra aandacht geven? Dit jaar voor het eerst de Inclusivity Suite. Dus een focus op alle letters, iedereen die maar wil. En alle letters zijn dus ook vertegenwoordigd. Het begon eigenlijk met een cocktail. Zullen we iets leuks doen voor de Pride om de week te beginnen? Nou, we maken een cocktail en er kwamen zoveel mensen naartoe. Dat we dachten, we maken het gewoon veel leuker en veel
gezelliger. En waar staat inclusivity voor jou voor? Ik denk dat mensen vandaag de dag veel te moeilijk doen. Overal een mening over hebben. Overal iets van moeten vinden. Jongens, dat moet allemaal niet. Hoe bereid jij je voor op de Pride? Ja, ik moet je zeggen dat ik dit jaar voor het eerst niet op een boot sta. Dus ik heb eigenlijk, ben ik er wel mee bezig, maar niet heel erg mee bezig. Maar ik heb in ieder geval Pride, nieuwe Pride sokken. Voor de rest heb ik eigenlijk nog niks gedaan. Helemaal niks. Niet eigenlijk. Het is er gewoon voor je. Gewoon jezelf zijn. Heel veel make-up inslaan. Ja. Leuke outfits. Genieten met vrienden. Er wordt een mega statement gemaakt, dus het is altijd weer mooi om daar bij te zijn. First you come here, and then you drink a lot, and then you are ready to go to the parade. De slogan van het Ink Hotel, wat nu vandaag Pink Hotel heet, is inclusivity, zeg maar. Wat betekent dat voor jou? Ja, weet je wat het is? Ik bedoel, ik vind het heel goed dat iedereen er zoveel aandacht aan besteedt, maar ik vind het niet meer dan normaal. Weet je, ik vind het moet helemaal geen onderscheid zijn tussen met wie je in bed ligt of hoe je zelf zou willen zijn. Dus heel goed, inclusivity. Nee, nou dat iedereen gewoon erbij hoort, maar ook iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Ik denk dat dat wel heel duidelijk boodschap moet zijn. Dat voor iedereen is er wat bij in leven en laten leven. Gewoon positief in het leven staan en gewoon altijd het leven een feestje maken. Zonder al die bullshit en allemaal ingewikkelde dingen dat mensen je uitschelden en zo. Ja, daar kan jij ook niks aan doen natuurlijk. Maar ik bedoel, het is toch gewoon belachelijk dat je nog steeds in de bijna 2020 gewoon uitgemaakt wordt voor flikker of homo. Hoe dan? Mensen binnen de LGBT-gemeenschap moet het natuurlijk ook Pride zijn op dagen dat het niet Pride is, weet je wel? Want ja, we vieren een leuk feestje, maar de andere 364 dagen van het jaar ben je ook gay of ben je ook trans. Dit was het weer voor deze week. We zien je graag volgende week terug voor onze Pride Amsterdam Special. Tot volgende week!